Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig een YouTube-thumbnail kunt uploaden. Dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je YouTube-kanaal uiteraard is aangemaakt, maar ook is geverifieerd. Nou, ik ga jullie eerst even laten zien hoe dat gaat. Je gaat naar de rechterbovenhoek, je klikt op het icoontje. Vervolgens klik je op Creator Studio. Vervolgens ga je naar kanaal en als jouw kanaal nog niet geverifieerd is, dan staat hier een knop verifiëren. Nou, Daar klik je dan op. Uh, er wordt dan gevraagd om of een uh, netnummer, dus een tiencijferig lokaal nummer in te vullen, of je mobiele nummer. Op het moment dat je dat invult, dan druk je op akkoord en dan word je door een automatische... Uh, computer van uh, YouTube gebeld en krijg je een zescijferige code door. Nou, die zescijferige code die vul je in, je drukt op akkoord en dan is eigenlijk direct je YouTube-kanaal geverifieerd. Nou, vervolgens zul je even moeten kijken of jouw kanaal in good standing, goede reputatie is, maar eigenlijk krijg je dat bijna altijd wel direct. Dus let op de groene bolletjes. Vervolgens... Zul je nog aangepaste thumbnails uh, moeten inschakelen. In dit geval heb ik dit al gedaan. Maar normaal gesproken staat hier een knop inschakelen. Nou, kies eens, hè. Je drukt erop inschakelen. Um, als je wat meer wilt weten over waaraan een thumbnail moet voldoen, klik je eerst even op meer informatie. Nou, dan kun je zelfs een videootje erover zien. Maar hier zijn eigenlijk een aantal praktische tips waaraan een thumbnail minimaal moet voldoen. Dat is de resolutie van 1280x720, niet groter dan 2MB en in een bepaald bestandformaat JPEG, GIF, BMP of PNG. Dan gaan we dus naar YouTube. gaat naar Creative Studio. Daar klik je op. Vervolgens ga je naar Videobeheer. Ervan uitgaan dat je dus al inderdaad een video hebt geüpload. Nou, hier is een voorbeeld van een nog niet aangepaste YouTube thumbnail. Je klikt op Bewerken. Vervolgens ga je naar Informatie en Instellingen. En dan zie je dat hier drie voorgedefinieerde, automatisch gegenereerde YouTube thumbnails door YouTube zijn gemaakt. Nou, wij willen een aangepaste miniatuur of een aangepaste YouTube thumbnail. Dus dan klikken we daarop. Nou ik neem even een, uh, een willekeurige, je drukt op uploaden, je drukt op wijzigen opslaan en dan in principe is je YouTube thumbnail um, is aangepast, is geüpload. Um, nou is het wel zo dat hij niet altijd direct is te zien. Uh, wil je weten hoe je direct je YouTube thumbnail kunt zien in YouTube... Uh, dan verwijs ik je naar een van de andere video's. En dan kun je nu even klikken op het i'tje hier rechtsboven in de hoek. Ik had jullie verteld dat er dus twee plekken zijn waar je je aangepaste YouTube thumbnail kunt uploaden. Nou, dat is dus hier. Maar ook tijdens het uploaden van je video. Stel dat je een video gaat uploaden. Ik pak even een willekeurige video. Nou, ik kies je. En dan verschijnt er eigenlijk zo direct hier, kijk aangepaste miniatuur. Dan zou je hier direct ook al je aangepaste YouTube thumbnail kunnen uploaden. Nou, kies. Nou, en dan duurt het een paar seconden en dan is je aangepaste YouTube thumbnail geüpload. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag hoe je een YouTube thumbnail kunt uploaden? Of andere vragen over een thumbnail, stel ze hieronder en ik ga jouw vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer op dit kanaal. Bedankt voor het kijken van de vorige video en ik zie jou terug bij deel 13, een YouTube-afspeellijst maken. Of mocht je nog niet je kanaal helemaal volgens de richtlijnen hebben ingericht, bekijk gelijk even deel 2 en deel 3, een persoonlijk YouTube-kanaal aanmaken en een persoonlijk YouTube-kanaal inrichten.